Dit is een wandschildering gemaakt door Karel Appel, een belangrijke Cobra-kunstenaar. Eind jaren 40 was hij al gevraagd om een wandschildering te maken in het stadhuis van Amsterdam, waar de gemeenteambtenaren moesten gaan lunchen. Maar die vonden het zo'n afschuwelijke wandschildering dat ze zeiden dat hen de eetlust ontnam. En uiteindelijk werd deze wandschildering ook dus afgedekt. Dat vond de toenmalige directeur van het Stedelijk Museum, Willem Sandberg, vreselijk. En die kwam toen met de opdracht voor een koffiebarretje. Het koffiebarretje naast het toenmalige auditorium van het Stedelijk Museum mocht helemaal beschilderd worden. Van plafond, de muren, alles. En een aantal jaar later volgde dus dit geweldige werk. En hier vonden mensen het wel heel fijn om hun broodje op te eten en naar dit werk te kijken.